Roxanne Haas is bijzonder openhartig over haar jeugd. Ja, ik geef vandaag een interview. Uh, natuurlijk omdat ze coach uh, is van het nieuwe programma Three Minutes of Fame. Waar ze ongelooflijk veel, uh, veel zin in heeft. Ze is sowieso lekker in haar sas in de tv-wereld. Ook op het podium heeft ze eigenlijk wel de afgelopen jaren steeds meer relaxedheid ontwikkeld. Het is toch grappig dat al die kinderen. Want André had het, haar vader had het natuurlijk heel sterk. Hè. Die, ging ook, die stond helemaal strak van de spanning voor zo'n concert. Dat hebben we altijd in die documentaire kunnen zien. Nou, van. André Hazes, haar broer, weten we ook dat hij enorme spanning had. Daardoor enorm ging drinken. En zij had dat dus ook. En, uh, maar dat wordt de laatste tijd steeds minder. Ze is steeds, steeds relaxter. Ik denk ook dat dat alles te maken heeft... Maar met haar enorm gelukkige relatie met, uh, met Erik... die ze ook beschrijft in dit, uh, in dit interview. Maar het gaat ook over die donkere tijd. En ze beschrijft bijvoorbeeld dat ze ja, als, als, als jong meisje... eigenlijk als 14-jarige, dat podium op moest. En dan die vaders uh, samen met haar broertje de nummers van haar vader moest uh, zingen terwijl ze eigenlijk doodongelukkig werd uh, van, van 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 die muziek uh, en en ja dat is, dat is wel vond ik wel opvallend om te horen. Dat je, denkt, dat je toch denkt van. Vooral hoe zij beschrijft dat zij dan eigenlijk gewoon lekker Britney Spears wilde zingen. Ja. En dat ze dan, als, als ze dat dan deed, een breezer naar haar hoofd kreeg. Ja, dat mensen dan al van alles en nog wat naar het podium gingen gooien. En dat ze ja. dan dus inderdaad verplicht werd om, om die nummers van ja. haar vader. Dat was wat het Nederlands publiek wilde horen van de kinderen van Haas. En ja, ja, ja. ja, gelukkig heeft ze natuurlijk inmiddels haar hele eigen haar sound eigen kunnen sound? ontwikkelen. Ja. Levenspop, zoals ze dat zelf ja, dat noemt. Ik. En, uh, en dat gaat haar hartstikke goed voor de winter. Ze vertelt ook dat ze bezig is met een nieuw album en ze gaat volgend jaar de theater. Zien. En wat zij wel oh. altijd heel goed doet, is echt nooit met mond gooien. Nee, want maar dat wordt ook wel aan de voorkant gevraagd. Dus ook in dit interview wordt er dan wel beschreven van oh, aan de voorkant is dan wel gezegd. Oh, we willen het niet hebben over al die rechtszaken met haar moeder en, mm. en al die, al die toestemmen. Wat ik me ook goed kan voorstellen, want anders gaan alle interviews bij de beide kinderen alleen maar over dat geoude hoer en dat geharren war met je, met, je, met je moeder.